Hey, hallo broeders. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft. Zijn we weer. Leuk in de blokkenwereld. Hey, ik dacht laat ik vandaag weer even lekker staand op gaan nemen. Je weet hoe het is. Even die beentjes strekken, toch? Maar wat ik doe, ik struikel over mijn greenscreen die hier ligt. Deze hier. Oh, kijk, een Eiffeltoren. En ik haal ook nog eens mijn enkel ermee open die nu aan het bloeden is. Halleluja. Bloederige Minecraft aflevering. Wordt gewaardeerd natuurlijk als we weer kunnen gaan voor 5000 likes, broeders. En dan gaan we lekker verder met Minecraft. Kijk, hier is Gerrit. Gerrit. Wil je eten? Kreeg van mij potato. Oké, blijf daar, Gerrit. Niemand mag jou. Oh mijn god. Er is niks meer veranderd aan mijn village. Oh mijn god. Er is helemaal niks meer veranderd. Dit is wel treurig. Oh, I hear baby. Baby! Ja, er is baby. Er is 100% baby, broeders. We hebben nu heel snel al ons iron nodig. Ik heb de laatste tijd dus iets te veel aan Joost geïnvesteerd, oké? Dat is misschien wel duidelijk. Het waren wel hele leuke video's. Als je die gezien hebt, thanks man. Super thanks man. Maar ik moet natuurlijk ook gewoon mijn eigen village pakken. Er stond weer een bord. Ik ben heel verward. Er gebeurt weer te veel. Hold up. Geef me even een seconde voor dat baby vlucht. Baby, doe even leuk. Baby, ga in gat, baby. Baby, please. Go in the hole, baby son. Nee, niet eten, niet eten. Eten is niet voor jou geschikt. Weg. Kom op. Je moet heel even naar www.rudyshop. Baby. www.rudy-shop. Baby, ga nou naar mijn webshop, baby. Oké, thanks. Dat is het enige wat ik wilde. Arigato, nee! I hate you, baby. I hate you for life. Ik haat baby's. Dat is wat ik zojuist allemaal hardop zei. Top. Ja, dan weten jullie dat ook weer. Oh, baby! Oh, baby. We got a baby. Blijf. Baby. Yes. Lekker, man. Lekker. Hey. We hebben er nog eentje bij, hoor. In de cel des cellen. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Ja, dit gaat wel lekker. We hebben er 1, 2, 3... 4, is dat er nog één? 5, 6. Wacht, nee, nog één. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, lekker. Dan moeten we eigenlijk alleen nog je huizen hebben voor een village. Ja, dat zou wel handig zijn. Hey, misschien is er weer iets schulds gedoneerd in deze. Dit zijn mijn eigen spullen, heb ik het idee. Dit zijn mijn eigen spullen? Ik weet het niet. Volgens mij heb ik hier gewoon dingen ingedropt. Ik heb een heel matig geheugen, broeders. We kunnen vandaag in ieder geval weer lekker gaan bouwen aan de Epic Bibliotheek. 1.16 is ook uit. Die wordt zo snel mogelijk op de server gezet. En het is natuurlijk tijd voor de endquest, broeders. We gaan eindelijk die Elytras pakken. Het ding is ook, ik heb nog geen één keer in mijn hele duizenden Minecraft afleveringen echt een Elytra gehad. Is het Elytra of Elytra? Ah, niet nou, het boeit mij ook helemaal niks. En nu is het eindelijk zover. Want met de 1.14 server kwamen we er maar niet. En ja, we hadden het makkelijk kunnen halen. Laten we eerlijk zijn. Easy. Oh, wacht. Ik heb het wel gehad. Ik heb het in mijn modded Twilight serie gehad. Samen met James. Nee, ik ga nou niet weer zo doen. Nee. Sinds wanneer... Nee. Laat me bouwen. Oh, nee. Ik wil hier rechts ook al pillagen. Nee, ik ben hier niet. Nee, ik ben hier niet. Gast. Ja, maar nu heb ik ook mijn... Oh, heb ik mijn melk... Gast. Ik zo vervelend. Nu heb ik ook mijn... Gast. Nu heb ik ook mijn... Oh, mijn Hero of the Village dingen niet meer. Gast. Oh, oeps. Gast. Maar goed, we hebben de villagers gered van onheil. Daar doen we het voor, toch? Moet ik mezelf nog voorbereiden voor de endquest? Dat is misschien wel een ding. Laten we dat zo meteen even gaan doen in ieder geval. Maar ik wil eerst even hieraan gaan werken. En dat bordje nog even checken. Het kan best wel dat een oud bordje is, hoor. En nog veel meer. Oh, nee! Nee. Oh, oeps. Hè. Jullie worden helemaal boos op mij. Woody, waarom gebruik je geen slabs? Ja, dat is een goede vraag. Het spijt me, oké. Ik doe dit wel allemaal opnieuw, broeders. Sumimasse. Komt door die baby's. Ik ben altijd heel erg afgeleid door baby's. Ik geef altijd andere dingen allemaal de schuld. Yes. Oh, nee. Het wordt ook alweer nacht. Oh, nee. Het is wel echt een vervelende plek, deze bibliotheek. Of we staan een beetje op een nare plek, omdat er heel veel dingen onder de grond zitten te brullen. En als ik één ding vervelend vind in Minecraft, zijn het bijen. Dat en brullende dingen onder de grond. Laten we eerlijk zijn, niemand wil dat. Waarom? Wie is hier boven geweest? Er is iemand compleet in mijn basis geweest, eerlijk. Hallo medeboer, ik ben terug in Minecraft, daarom heb ik een cadeau voor u. Oh, wacht, dan moest ik even checken. Ja, we gaan naar rechts. Oké, geniet ervan. De pompoen! Ja, maar dit is een booby trap. Ik ken die gasten langer dan vandaag, dit is een booby trap. Dit is een trap vol boobies.
De pompons. Hoe durf je? How dare you? Wat zit hierin? Oh. Oh, helemaal niks. Oh. Oké. Okay. Nou, mijn medeboer is terug. Yeah, medeboer. Lekker. Gaan we nu samen boeren, boer. Boerder. Ik wil een medeboer hebben. Zodat ik niet alleen een flinke bioscoop hoef te bouwen. Wat eigenlijk een bibliotheek is. Juist. Nederlands. Geef weer geen post. Alleen maar stringetjes. Blijf alleen maar stringetjes komen, boerders. Alleen maar. Jammer. Oké, cool. Dus, we moeten even hier zijn. Dit is waar het allemaal fout ging. Slaps. Yes, please. Slaps. Yes, please. Kunnen jullie stoppen met... Ik ben mezelf aan het klaarmaken voor de endquest. Jij komt hier gewoon wat binnenvallen. Stop nou. Wie wel een probleem is met de endquest, broeders. Ten eerste, ik weet niet wat die quest allemaal gaat hebben. Want dit is dus helemaal gemaakt door Jeremy. En... We hebben nog mensen meegeholpen? Volgens mij wel. Ik wil niet, zeg maar, credit afnemen van mensen die eraan gewerkt hebben. Maar ik weet dat niet iedereen er volledig mee aan heeft gewerkt. Van de mods. Maar ik weet niet wie wel... Is dat logisch? Laten we ervan uitgaan dat dat logisch is, oké? Okay? Dus het is een heel ambitieus project. Ik ben echt benieuwd wat er gaat gebeuren. Maar ik wilde vooral zeggen, het is niet dat je alleen maar een draak neer hoeft te schieten. It's a lot more than that, probably. Dus, maar het probleem daarin, wat ik dus wilde zeggen... Ik heb geen pijlen. Ik heb geen veren. Ik heb geen flint. Ik heb geen pijlen. Als ik pijlen heb... Heb ik geen infinity trouwens? Is dat niet een ding? Ah, ja, punch. Ik heb geen pijlen. Heb ik Infinity? Misschien... Hold up. Ik heb boekies. Feather Falling, Knockback, Fire Aspect, Aqua Infinity. Ik heb Infinity, maar ik heb geen pijlen. Oké. We zijn met level 33. We kunnen misschien een super dikke boog maken. Dat is een ding. Dat zouden we kunnen doen. Maar eerst de bibliotheek, anders hebben we geen plek om dikke bogen te maken. Hello. Het vervelende aan bouwen met slaps is dat ik ze heel vaak dubbel plaats. En daar word ik zo boos van. Gerda, wist je nog die ene keer toch hoe die dubbel plaatste? Ja, inderdaad. Hoe dus dat gebeurt heel vaak. Hey, trouwens. Nu je toch deze video kijkt, wil ik ook even andere video's van mij aanbevelen. Ik upload 2 keer per dag om 12 uur en om 5 uur. En ik doe veel verschillende games. Ik heb nu een The Last of Us serie gaande. Als je dat vet vindt, check die zeker even. Het is part 2, dus de nieuwste. En dat niet alleen... Ook Subnautica Below Zero. Dat is ook een favoriet van veel mensen die kijken. Het is een overlevingsgame. Op een... onder water, een bevroren planeet. Een ding. En zoals vet. Het is vet. Aliens. Roblox ben ik aan begonnen. En Fortnite doe ik ook nog gewoon tussendoor. En nog meer. Check gewoon mijn andere video's. Thanks. Monice. Corona. Nee. Ouwe. Oké, blijf binnen. Oh nee. In mijn bloederige enkel. Dat is een grap. Tadaa. Maar ik denk dus wel dat ik mijn boog even flink ga enchanten. En ik kan de Infinity erop gooien, maar ik denk dat ik mijn levels erop ga gooien. Dus misschien krijg ik wel Infinity van de boog zelf, zeg maar. Nou, wat mooi. Oh, lekker. Ik vind dit wel tof, zo'n tempel. Zou het toffer zijn als dit dus natuurlijk eigenlijk van kwartzis. Dat je echt zo'n pilaar krijgt. En glas uiteindelijk en dat soort dingen. Maar ik heb dus ook heel veel boekenkasten nodig en zo. En dat is allemaal veel te duur eigenlijk. Oh, de slaps, man. Dankjewel voor de slaps. Gerrit, kun je heel even je mond houden? Oké. Gerrit, kom op. Hey, Joostix Rudy, baba boeboe. En het is klaar. Wow, the great library. Of Alexander. Thanks, Alexander. Heel cool. Alright, we gaan dus nog even een klein beetje werken aan de bibliotheek, broeders. En dan gaan we eens even de voorbereidingen treffen voor de endquest. Dus deze pilaren zijn nu gelijk. Dit moet ik nog even aanvullen. Tot waar heb ik die aangevuld? Tot precies dat einde. Zo, top. Wat ik voor oog had, was dus hier een soort van afdak. En dan hier bovenop wil ik beginnen met het dak. En dat ga ik wel gewoon doen met slabs. Want dat is ook het hoogte van de pillar, hè? Ja. Dan wordt dit allemaal één lijn. Vernaars. Top, dit ook 3 hoog even. En dan... Oh, man. Ga weg, Sambo. En dan krijgen we, als het goed is, een heel mooi dakje. Het ding is alleen, ga ik het helemaal eroverheen hangen of ga ik het een klein beetje terug laten hangen? Ik hou voor nu even deze rand aan, oké? Kijk, dit vind ik dadelijk dus vervelend. Ik heb geen zin om elke keer weer omhoog te klimmen. Dat kan ik dus wel doen met van die houten... Oh, weet je die bamboe dingen? Oh, die dingen. Jullie weten het. Jullie zijn Minecraft pro's. Juist! Oh, moest kijken! Moest kijken hoe mooi die lucht is. Het is wel vet dat je naar die wolken hebt zo met deze shaders. Sick. Jij kan me niet pakken, hè? Jammer, joh. Nee, mijn slaps zijn op! Nee! Oh, dit is zo gemeen. Dit is zo gemeen. Oh, nee. Nee. Nee, dit is... Nee, ik schaam me nu dood. Ja, ik ga niet naar beneden. Dit is veel te gevaarlijk, joh, gek.
Gaan we niet doen. Kijk daar, joh. Zit er lekker te stalken. Oh, joh, we kunnen opeens ver kijken trouwens. Nee, hij heeft mijn blokken gestolen, ik zag het. The Last of Us in Minecraft. Corona in Minecraft. Het is allemaal zo real opeens. Oké, we gaan rennen. We're gonna run for it. Wil ik dit doen? Nee. Ah, ren voor je leven! Ren voor je leven! Dat was niet de bedoeling. Nee, nee. Mooie schoen had die zombie, maar nee. Gerrit Heumond. Oké. Brand in de hel. Gaan ze branden? Hoe zijn jullie lekker aan het branden, jongens? Oh, lekker. Oh. Oh, wel lekker. Ja. Zo, die is even een lekker kleurtje aan het pakken. Gaat die goed, meneer? Waarom? Oh, wat? Nani? Wat? Nani? Waarom doe je zo? Nee, ik ga niet met je praten als je slaat. Dat gaan we niet doen. Ga weg. Ga weg bij mijn deur. Het is mijn deur. Oké, kijk. Hij is weg. Dat is één pilaar. Oeh, look at it. It's a nice pilaar. Oké. Zo. Second pilaar. Done. Oké. Done. Ja, dit is wel nice. Dat is nice. Oké, ik weet niet meer wat ik hier wilde doen. Kan ik dat zo doen? Ah, ik denk dat ik het gewoon vrij moet houden. Strakker. Het trapje daar kan wel. Kan ik misschien nog even in de hoeken aanvullen. Maar zo. Boep. Nee, dat is niet... Ja, bijna, man. Gas, ga weg. Kom op, ga weg. Je staat in de weg van mijn ultieme bouwplan. En kijk eens aan. Het is all done. Ik denk wel dat ik het hier nog even door ga trekken. Zo. Kijk, en nou is het net wat vlakker. Dus mooier. Vlak equals mooi. In dit geval. Maar wat echt mooi is, is je innerlijk. En die van mij. Ik heb... Oké. Goed dat ik nog zo bescheiden ben. Oké, hoe ziet dit er nu uit van een afstandje? I want to know. Dat ik is super lelijk. Oh, nou, oh. Ja, nee, dit begin ik wel een beetje te voelen, broeders. Kijk, op zich, de keuze van steen is best normaal, weet je wel. Maar dit kunnen we nog gewoon helemaal wat mooier maken dan wat het is. Ik wil juist zo'n robuust groot gebouw, uiteindelijk. Dus wat dat betreft vind ik dit wel nice. En vooral als we... Ja. Als we hier even het water nog mooier maken en alles. Top. Eventueel kon ik glas doen in het dak, maar... En ik wil dan dus nog die pilaren hier vervangen, weet je wel. Ik kan banners nog plaatsen. Ik kan het nog wel mooier maken. Vloer hier. Hier komt denk ik ook... Ik wil veel rood erin verwerken eigenlijk. Misschien rode concrete of iets, maar... Of wol. Wol. Wol is een goeie. Rood wol. Ja. Nee, ik vind het tof. Ik vind het tof. Tijd voor de endvoorbereidingen. Give me my minecart back. Hey, Geezer. Wat verkoop jij nu? Oh, bookshelf. Je hebt die ook niet meer nodig. Hello, Geezers. Oh, het is hier echt een gezellige bende, of niet, hè? Stelletje... vreemdneuzige mannen. Ja, zeker. Oké, kom niet achter me aan, zoek ik je. Oké, top. Ze luisteren altijd heel goed. We gaan een boog maken en ik heb een stringetje nodig, of niet? Zie je? Zo, dat komt even goed van pas. Voor de verandering. Want we willen een boog met infinity hebben voor in ieder geval die Ender Dragon. Ik denk dat ik... Ja, weet je, ik kan het op zich wel redden met een iron armor. Ik weet ook niet of ik het met diamond moet doen. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Dus als het goed is... Oh, ik vergeet altijd hoe ik een boog moet maken. Echt altijd. Altijd. Is het... Het was dit. En dan... Ja, juist. Ik vergeet het nooit, want ik ben slim. Dan gaan we niet ons infinity boekje pakken, maar doen we gewoon even dit. En dat is power 3. Dat kan op zich nice zijn. Oké, hold up. Dus pakken de lapoes. Oeh, hello. Ik heb hier mijn zadels in zitten. Lapoes. Lapoes doen we erin. En de bow op zich... Ik kan deze niet door enchanten, denk ik. Nee, dat kan niet. Power 3. En misschien meer, hè. Dus we doen het. Alleen maar power 3. Ah, dat is niet wat ik wilde, man. Oké. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Ik pak even dat boekje, want dan zetten we gewoon infinity er nu op. Als ik het kwijtraak, ga ik wel heel erg hard huilen, oké? Dat is wel iets wat jullie gaan meemaken misschien. Dus bereid je daar ook op voor. Ja. Power. Nee, wacht. Hallo. Dat moet in een anvil. Yay. Infinity boog. Papa. Bonk. Lekker man. Oké, dan ben ik mijn levels hoe dan ook kwijt. Sick. En nu kan ik met de infinity boog... Tada. Schieten voor de leven even. Poeh. En het gaat niet op. 1 pijl. Alla niet. Yes. We zijn nu onverslaanbaar.